Goedemiddag allemaal en welkom terug bij een nieuwe aflevering van Let's Play Terraria. Ik ben er weer, Zelda Play 20. En in de vorige aflevering hebben we een beetje farming gedaan. Hebben we de piraterij eventjes gezien. En heb ik besloten dat wij dus in deze aflevering eindelijk gaan beginnen met de Pumpkin Moon. Wat een speciaal evenement is wat behoorlijk moeilijk is. Dus daar komen heel erg veel bazen in terecht. Dus dat gaat alleen maar interessant worden. Wat we daarvoor nodig hebben is sowieso onze pumpkins. Heel erg belangrijk. En dan moet ik heel even kijken wat we ook nog meer nodig hebben. Volgens mij hebben we dan Spectrezooi nodig. Maar voordat ik daarmee begin, hebben we hier even kijken. Hallowed Bar en Ectoplasm hebben we nodig. En we kunnen er dan twee maken. Oké, dat is decent. Dus dan moet ik niet vergeten dat we er nog een paar nodig hebben. Want ik zie namelijk dat het bijna nacht wordt. Dus even kijken. Hallowed Bar. Daar heb ik er 10 van nodig. Ja, weet je wat? We maken er gewoon gelijk 2. Waarom ook niet? Ik weet zeker dat we hem vaker moeten doen. Dus oké, nou dan gaan we hier naar boven toe en dan pakken we eventjes gelijk eventjes voor onze ectoplasma. Er werd gezegd dat we er 5 nodig hadden, dus dan pakken we er gelijk 10. Heb ik mijn pumpkins? Ja, die heb ik. En als we dan bij onze mithril aanval gaan staan, dan zijn wij hier de Pumpkin Moon. Oh, dit gaat leuk worden. Dit gaat heel erg leuk worden. De Pumpkin Moon die werkt als volgt. Op het moment dat het avond wordt, kunnen wij dus zeg maar klikken en dan verandert de nacht niet zomaar in een Blood Moon of iets, maar dan wordt het dus zeg maar de Pumpkin Moon. Dus ik neem jullie heel eventjes weer terug naar Halloween, oktober. En het beste lijkt mij om dat dan gewoon echt maar hier te doen. Ik heb Battle Potions bij me. Ik heb Flask of Cursed Flames bij me. Die zeker de hele Pumpkin Moon gaat volhouden. En ik heb Potion of Regeneration en Potion of Iron Skin bij me. Dus ik denk dat we wel goed gaan zitten. Dus ik zie jullie bij de avond. En dan zijn we begonnen met de Pumpkin Moon. Oh boy. Oh, al de enemies. Oh, dit wordt leuk. Dit gaat heel erg leuk worden. Oké, wat de Pumpkin Moon dus inhoudt, is er komen een ton van vijanden jouw kant op. En je wil ze allemaal zo snel mogelijk beslaan en je wil ze allemaal zo snel mogelijk killen. Want er komen een gigantisch aantal drops van de vijanden die ze zeg maar bij de Pumpkin Moon terechtkomen. Plus er wordt een wave count bijgehouden. Hoeveel vijanden je verslagen hebt en op welke wave dat je kan komen. De Pumpkin Moon die zal dus zeg maar een hele nacht doorgaan. Dus we hebben een enorm aantal vijanden te verslaan. Dus we staan hier eigenlijk best wel goed. Dus laten ze maar lekker naar ons toe komen. Ik bedoel, we hebben geen haast. Nou ja, eigenlijk wel. We willen zoveel mogelijk waves doen. Dus lijkt me wel zo leuk om dan zoveel mogelijk waves altijd voor elkaar te kunnen krijgen. En ze worden erger. Zoals we zien nou, Scarecrow, Splintering en Hellwound. Dus er komen steeds meer vijanden en heel erg veel drops. En wat dus heel erg belangrijk is om op te pakken, is dus zeg maar het hout wat we zien. Want dit is Spooky Wood, wat zeg maar voor nodig is voor het Ultimate Summon Armor. Dus ja. Dit wordt een hele spooky nacht. Oké, daar hebben we die hounds waar ze het net over hadden. Ja, je zult mij echt heel erg veel deze flail, de flare on eigenlijk zien gebruiken. Dat is echt mijn meest favoriete wapen in het spel. Oké. Morningwood, de eerste baas komt erin. Oh boy. Oké, nou niet onderkomen. Daar hebben we de Morningwood. Oh boy, oh boy. Die is sterk, die is sterk, die is sterk, die is sterk. Oké, killen, killen, killen. Oké, we zitten al op B5. Jeetje, dat gaat snel. Oh, daar hebben we er weer één. Hallo. Poink, 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 poink. This is Halloween, this is Halloween. Halloween, 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 Halloween. Oh, zoveel doodles. Zoveel doodles, zoveel hartjes. Nou, zo, hopelijk krijgen we een beetje leuke drops van dit evenement. Oké, ik zie weer zo'n Morningwood. Die zijn er echt... We zitten al op wave 6, zeg. Zo, misschien kunnen we tot de maximale wave komen. Dat zou wel leuk zijn. Oké, mag ik jou heel even verslaan? Dank je. Oh boy. Ik wil niet in die regen vast komen te zitten. Kom op, killen, 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 killen. Kills allemaal. Mijn fles doet het ook, hè? Ja, mijn fles doet het ook. Oh, die regen van hun. Verschrikkelijk. Oké, wave 7. Oeh, de pumpkin. Oeh, daar hebben we er al gelijk. Dames en heren, dit is de pumpkin. Dit is de speciale baas van het evenement. Hij is behoorlijk snel, hij is behoorlijk dodelijk en... niet erg plantvriendelijk. Misschien wel pompoenvriendelijk, maar niet plantvriendelijk. Oké, dan kunnen we hem killen. Ja, heeft hij iets gedropt? Ah, nee. Oh, daar is al nummer 2. Misschien kan ik al eventjes hier wat stuff even pakken. Oh, de damage. Oh, zoveel damage. Oh, zoveel damage. Oh, al de damage die we pakken. Oké, we blijven gewoon even killen. We zitten al op wave 8. We zijn nog niet eens halverwege. Dus oké, nou gewoon. It's Halloween with the Pumpkin King. En ik sla jou. Tada. Ik wil niet iets verzinnen. Oké, nou. Heel erg veel extra hearts. Dus echt health is niet een issue als je weet hoe dat je deze gasten moet killen. Gewoon zoveel mogelijk je aanvalsbutton spammen. En
Dan zal het wel goed komen. Oké, nog meer pumpkins. Ja hoor, daar hebben we er weer één. Nou hoop ik dat hij even een leuk wapentje wil droppen. Dat is altijd leuk als hij iets leuks wil droppen. Oh, kijk hoeveel schade we hem wel niet doen. Oh, ik hou van dit wapen. Nou is dit dus zeg maar een challenge om dus zeg maar op wave 15 te komen. Dat heet de final wave en dan kunnen we dus zelfs trofies krijgen van dit evenement. Wat is helemaal geweldig. Zijn nog eentje. Nou, jullie hebben er wel zin in vandaag, hè? Of ja, vanavond eigenlijk, want het is avond. Dus, hallo. Ik kill jou even. Oh, er zit daaronder zit er ook nog een morning wood. Oké. Hallo, ik pak eventjes deze hartjes. Je even doodgaan. Dan kan ik even mijn focus op die morning wood. Dank je. Oké, hallo. Oh, er is nog een pumpkin. Oh boy. Ik zie een corn rifle. Ik weet niet wat het is. Maar daar kijken we dadelijk wel naar, naar dit evenement. Oh boy. Oh, echt zoveel doodles. Zoveel doodles. Zo weinig tijd. Oké, nou. Pumpkin, ga eens even dood. Eventjes maar. Ga eens kapot. Zeg de poef. Oké, ik vind dat jij dood bent. Oké, nou. Morningwood, jij gaat sterven nu. Doe jij met me mee? Oh boy. Hey, kijk nou toch eens. Een headless rider. Oh, wat gezellig. Oké, nou heel even wat stuff even pakken. Spookywood heel erg veel. Weer zo'n... Oh boy. Oké. Het gaat lekker. We zitten nu halverwege op het evenement. We zitten op wave 11. Oh, dit gaat best supergoed. Oh, ik zie dat mijn battle potion nog 2 minuten heeft. Dat is alleen maar gunstig. Oké, nou, Pumpkin. Jij moet echt dood, want jij bent nogal eng. Oh boy. Zoveel doodles. Wil jij niet? Nee. Je gaat veel te snel. Daar heb ik problemen mee. Ga weg. Oh boy, oké. Ja, jij bent dood. Morningwoods! Oh boy. We kunnen zoveel schade doen. Vergeet niet, ik heb mijn offensive armor aan. Waardoor dat ik dus meer schade neem, maar ook meer schade doe. Dus op zich, omdat de beesten zo erg veel droppen, hoef ik me niet echt zorgen te maken over health. Denk ik. Hoop ik. Oké, kun je alsjeblieft. Doodgaan, dat zou mij een heel blij konijntje maken. Oké. Ga dood. Dank je. Oh, wave 12 alweer. Ik hoop dat we leuke dingen krijgen. Frenzy Steak Launcher. Oké. Ga dood. Jij ook. Oh, al de damage die we doen. Oh, hallo Pumpkin. Alles kids? Hoe gaat het met Pump Queen? Staat hier? Oh mijn god, het zijn er 2. Oh, schnikies. Oh boy. Oké. Ja. Wij gaan dit fixen. Ik bedoel, Fiverr die is bij ons. Dus we hoeven nergens een zorg over te maken. Alles komt goed. Oké, nou de eerste die is bijna dood. Oh, de eerste is al dood. Oké. En jij bent ook bijna dood. Hoppakee, geen enkel probleem. Oké, waar hebben we? 2 morning woods nou. Oh boy. Oké, kunnen jullie alsjeblieft ook heel even snel doodgaan? Ik bedoel, ik wil proberen voor een trofee te gaan. Al was dat niet echt, zeg maar, mijn bedoeling al op dit punt. Oh, zoveel dudes. Oh, zoveel vuur. Oh, hallo. Hallo, willen jullie alsjeblieft... Oké, we zitten al op wave 13. Het evenement is bijna voorbij. Mag ik heel even... even wat hartjes. Zo. Oh, morningwood. Cursed sapling, wat is dat nou weer? Ik pak zoveel dingen op. Oh boy. Oké, nou jij bent ook dood. Oké, hallo. Oh, die muziek die ook speelt, hè. Oh boy. Mag ik u vriendelijk vragen om dood te gaan? Dat zou mij een heel blij konijntje maken. Hallo. Goed. Nou, oh boy. Ik moet daar echt eventjes naar op de grond zien te komen daar. Zoveel stuff die daar ligt. En ik zie dat ik ook help nodig heb dus. En even. Hop. Oh boy. Dat zijn weer heel erg veel van die dudes. 3! Oh, snikies. Oké. Gewoon blijven schieten. Oh, daar komt ook nog eens een pumpkin. Dude, je komt op de meest onlogische timing hoor. Alsjeblieft even doodgaan. Ik heb nog niet eens een extra battle potion nodig, zo erg is het. Oh boy, misschien toch wel even nou een health potion. Oh, ik lig eruit. Nee, nooit eruit komen. Ik heb net een health potion gebruikt en ik zit nu alweer lager dan wat ik net zat. Verschrikkelijk! Oh boy, ben je dood? Oh, hij is dood. Help! Geef het!
Geef het, ik heb het nodig. Oh mijn god. Ik ga niet dood. Ik ga niet dood. Ik ga niet dood. Ik weiger dood te gaan. Ik weiger dood te gaan. Ah, pumpkin. Twee. Oké, we zitten weer op full health. Kan ik jullie nog killen voor dat? Kan ik jullie nog killen voor dat? Oh boy, het evenement is bijna voorbij, jongens. Kan ik jullie nog killen voordat het evenement voorbij is? Kom op. Kom op, wees geen douche. Ga gewoon dood. Kom op. Dat is één. Oh, ze blijven opkomen, die gek ook, hè. Oh boy. Kom op. Waar het is om weg te gaan. Je mag alleen maar weggaan door dood te gaan door mijn wapen. Anders niet. Ah, nee! Ah, het is voorbij. Oh, hoi. Oh, boy. Oh. Jeetje, zeg. Oké, dan kunnen jullie alsjeblieft ook nog heel eventjes doodgaan. Het zou wel leuk zijn als jullie eigenlijk nog iets droppen. Hallo. Nou, jullie rennen niet weg, ook al is het evenement al voorbij. Dus jullie zijn sportief, moet ik zeggen. En je ziet 10.000 health voor een gewone default enemy. Oh mijn hemel. Oké, nou, ze zijn allemaal dood. Nou, nog een steeklancher. Oké, hebben we nou alles opgepakt? Even kijken hoor. Oh, hemeltje zeg. Daar ging... daar ging het behoorlijk op los. Oké, nou... Wat voor stuff hebben we allemaal? Ga weg, man. Oh, wij hebben zoveel zooi. Eens even kijken. Ik zie een Godly Candy Corn Rifle. 52 range damage. Dat is niet zo. Of heeft hij rapid aanval? Wat gooit hij eigenlijk? Want ik zie geen... Oh, hier zie ik steak. Candy Corn. Wat doe... Oh, hij is best snel. Sharknado gaat ik eigenlijk even weg. Ik wil even kijken wat het wapen doet. En ik zie een steak launcher. Cursed Sapling. We hebben echt ontiegelijk veel steeklunch. En een Bat Scepter. Summons bats to attack your enemies. Oh, dat is magie. Oh, dit is een soort van bijgun. Bijgun dinges. Oh, dit is wel leuk. Gebruik magie. Oké, decent. Dit is wel leuk. Maar ik wil nog eventjes kijken wat die Godly Corn Rifle dinges doet. Lijkt me wel leuk om te doen. Dus ja, een nacht die duurt dus precies om te zijn, dus 10 minuten. Oké. Nou, laten we eens even kijken of we het voor elkaar kunnen krijgen om te zien wat steak launcher doet en zo'n corn launcher. Wat voor, hebben we ook een... even kijken hoor, dit is een awful, quick. Dit was die godly, hè? Ja. We hebben dus een frenzy steak launcher, steak launcher, nimble steak launcher en een normal. Dus de beste die we hebben, dat is nimble. Oké. Nou, laten we eens even kijken wat hij doet. Die launch steaks neem ik aan. Dus, wat ik even ga doen... Waarom mag ik hier weer... Oh, de corruptie is weer aan het spreiden hier, hoor. Ik heb het al zo vaak nou weg... Die spreidt wel heel erg snel. Maar goed, wij gaan heel eventjes kijken wat deze wapens doen. Daar ben ik wel nieuwsgierig naar. Oh, waar was dat? Lollig, zeg. En paniekerig, natuurlijk. Dus, maar zoals we het dus hebben gezien... ja, ik deed het nou dus, zeg maar, met een soort van... melee, maar ik wil dus zeg maar echt het beste van de beste melee armor gaan pakken. Kijken of we die W15 te pakken kunnen krijgen. We gaan het met het range proberen, we gaan het met summon proberen en we gaan het met magic proberen. Dus dat wil niet zeggen dat we die andere wapens niet mogen gebruiken. Maar tot dat wel zeg maar onze main armor wordt en tot we dus zeg maar daarop gaan doen. Dus even kijken. Nou, die schiet behoorlijk snel, maar niet een liefhebber, geen fan. Oké, wat meer. En ik denk ook niet dat deze de buffs geven eigenlijk, zeg maar, als je dus zeg maar je range dingen hebt. Want het is range damage, dat wel, maar het geeft zeg maar, het vuurt een ander soort ammo af. Dus het gaat niet over je bullet, explosief of pijlen dinges, dus dat is wel jammer. Oké, kan ik hier even een corrupte tegenkomen? Mag ik hier even een corrupte tegenkomen? Oh, jij doet het ook wel. Het is gewoon een soort van mini shark dit. Oké. Ze schiet wel heel erg lang. Oh, ze stuit er alle kanten ook nog eens een keer op. Er zijn betere wapens, laat ik het zo zeggen. Het zijn niet echt de beste wapens. We hebben ook nog de pumpkin launcher en alles. We hebben heel veel geld te pakken gekregen trouwens. Een scarecrow shirt. Oké.
Ik moet zeggen dat ik dit wel grappig vind. Nou, ik drop even alles wat we dus zeg maar van de Pumpkin Moon gevonden hebben. We hebben hier ook de Forstel Spectre Staff en alles nog liggen. Alles wat ik in de Pumpkin Moon gevonden heb, dat doe ik even aan deze kant. Net zoals deze, die mag erbij. De Raven Staff, die mag erbij. Steekgun, die hebben we al. En de rest kan ik allemaal verkopen. Dus ik zie jullie in een seconde. Oké, nou is er nog één ding wat ik niet eigenlijk heb gecheckt wat het precies is. En dat is een Cursed Sapling. Summons a Cursed Sapling to follow you. Dus ik denk dat dat zeg maar hetzelfde is als het konijntje wat wij hebben. Onze vijver natuurlijk, dus dat je een konijn kan oproepen. Wij hebben vijver hier. Dus vijver, we moeten hier heel eventjes missen om eventjes te kijken wat dit doet. Vijver, kom even terug. Vijver, 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 kom hier. Vijver, vijver, waar ben je? Huh. Oké, dat was creepy, vijver. Dat was heel erg creepy. Die wil ik niet meer zien. Creepy. Ik heb liever vijver bij me. Wat was dat voor een eng beest? Nou, zoals ik in ieder geval beloofd had. We gaan dus nog een poging wagen om weer proberen die stomme Hello Key te pakken te krijgen. Dus wat ik ga doen, is eerst eventjes jullie laten zien waarom Spooky Wood zo belangrijk is. Haha, plot twist. Wacht eventjes. Misschien is het wel leuk om jou ook een shirt te geven. Hier, alsjeblieft. Mag jij die hebben. Wat we met Spooky Wood kunnen. Asher, kom eens even hier. Want we hebben jou heel even nodig. Asher, crafting. Van Spooky Wood kunnen wij namelijk... Juist. Kunnen we dus zeg maar zoals alles, zeg maar gewoon normaal de wood dinges maken. Zoals dat we dat al de tijd hebben gedaan. We kunnen spooky chests maken. Spooky bookcase. Een spooky bathtub. Dus echt het hele spooky setup. We kunnen ook gewoon wapens weer maken. Want het kan gewoon gebruikt worden als gewoon hout. Dus we kunnen hier ook de mannequins en alles van maken. Maar wat het belangrijkste is. De spooky helmet. De spooky breastplate. En de spooky leggings. Die zijn de dingen die we eigenlijk willen maken hiermee. En die zijn nogal duur om te maken. Want je hebt 200 daarvan nodig. 300 daarvan. En 250 daarvan. Dit is het ultieme summon armor. Dus ja, waar moet ik die maken? Bij de workbench gewoon. Oh. Oké. Okay. Maak me een keer. Wat ben je, een workbench? Serieus? Oké. Zij het zegt. Dit is het ultieme, de ultieme equipment voor een summoner. Dus... Mochten wij dadelijk heel even voor de summoning gaan, ik moet daar nog een paar equipment voor krijgen, zoals sommige dingen. Dus dat laat ik jullie zeker zien op het moment dat we ze allemaal hebben. Maar de armor die hebben we alvast, wat zeker heel erg handig is. Dus we hebben er al 3 van de 4, dus het einde komt in zicht. Nou, dan ga ik natuurlijk nog heel eventjes weer naar die Hallowplagers toe. En dan moet ik weer heel eventjes de Fatimer erbij gaan pakken en alles. Even kijken, dit mag hierbij. Dus ja... Maar hebben wij hier dus zeg maar de jungle chest. Waar is eigenlijk die andere chest die we hadden? Want ik weet zeker dat wij ook... Oh, daar. Ik denk dat wij hier dan zeg maar alle stuff in gaan doen wat we dus zeg maar tijdens de frostmoon gaan vinden. Want dat wil ik dus voor morgen bewaren, dat we morgen dus de frostmoon gaan doen. Maar ik ga heel eventjes kijken of we weer wat meer battle potions kunnen maken. En ik zie jullie zoals altijd in een seconde. Oké, ik ben hier weer terug bij mijn favoriete farmplekje. Dus ik ga een battle potion erbij gooien en ik ga hier farmen en hopelijk dat ik de Hallowed Key dinges te pakken ga krijgen. Dus de Hallowed Key mold. Dus zoals altijd, mocht het tevoorschijn komen, dan laat ik het jullie zien. Ik zit hier nog wel even denk ik weer een half uur, want vergeet niet, het heeft maar 0,04% kans om te spawnen. Dus tot straks! Oh, daar ligt hij! Daar ligt hij! Oh, we hebben er weer één! We hebben er weer één! Oh, dat voelt zo goed! Dat voelt zo goed! Hallowed Key Mold, material used for crafting the Hallowed Key. Oh, mijn god, ik was zo bang dat ik hier ook weer zo lang vast zou gaan zitten. Oh. En natuurlijk hebben we weer een magic weapon, maar I don't care. We hebben de Key Mold! Heb ik nog een key trouwens liggen? Heb ik nog een key? Of moeten we morgen dan maar weer even een bezoekje brengen aan Plantera? Ik bedoel, Plantera is nou geen enkel probleem, dus... Volgens mij heb ik geen temple keys meer, of wel? Nee, hè? Die heb ik allemaal gebruikt al. Volgens mij mogen we Plantera weer een bezoekje gaan brengen. Wat leuk! Oké, nou hebben we in ieder geval hebben dus de Hallowed Key mold eindelijk te pakken gekregen. Hoe lang heeft het eigenlijk geduurd? 21 minuten, nou dat valt op zich wel mee. Oké, nou dan kan die weg, dus die zetten we eventjes op stop en die kunnen we heel eventjes poef, weggaan. Dus
Ja, ik zal hem wel eventjes in mijn belangrijke zooikist gooien. Nee, we hebben geen tempelkist meer. Oh, jammer. Maakt niet uit. We hebben een Hallowed Key. Oh, daar ben ik blij mee. Oh. Nou, hebben we alleen nog maar de Frost Key nodig. Maar de Frost vind ik zelf persoonlijk het slechtste die ertussen zit. Maar dat wil niet zeggen dat we die niet gaan doen. Dus ik pak er heel eventjes een sign bij. En ik zet even de comment van de dag neer. En ik zie jullie zoals altijd in een seconde. Zoals altijd weer heel eventjes bedankt voor jullie seconde geduld. En dan komen we bij de aflevering van 34 voor de comment van de comment flashback huis. Hoe dat ik het ook noem, ik noem het elke keer anders. En die komt van Boo Mario. Zelfde play 20 keer, super blij vijverkonijntje. Ja, ik ben echt een heel erg blij vijverkonijntje. Nou, eigenlijk is vijver het blije vijverkonijntje. Ben ik een heel erg blij ZP20 konijntje. Iets in dit trip. Ik bedoel, we hebben de Hello Keymol te pakken gekregen. Boe Mario, super bedankt voor deze gezellige comment. Je staat in de flashback huis. Gefeliciteerd. En ja, bij dat laat ik het later bij deze aflevering. Dus heb je nog een leukste momentje of heb je vragen over deze aflevering? Laat het natuurlijk weten in de reacties als je daar tijd voor hebt. Laat een like achter als je daar natuurlijk de tijd voor hebt. En dan morgen dan gaan wij dus beginnen met sowieso eerst de Frostmoon event, want die wil ik eerst laten zien voordat we dus de challenge gaan doen. We zitten echt helaas al bijna bij het einde van deze series. Het is echt een beetje rap gegaan, maar dat maakt niet uit. We maken er een leuke van, want er komt ook nog een bosrush die ik heb afgesproken met iedereen. Dus ja, dat gaat ook nog zeker komen. Dus ik dank jullie voor het kijken. Morgen gaan we dus de Frostmoon event doen en dan gaan we Plantera verslaan en dan maken we alvast die keymold. Ga ik ook even offscreen eventjes ervoor zorgen dat we dus zeg maar een mooie farm kunnen hebben in onze Frost biome die we hier hebben. En ja, met dat gezegd te hebben, hoop ik jullie allemaal te zien morgen bij de volgende aflevering van Let's Play Terraria. Natuurlijk is de Engelse serie ook nog steeds bezig aan het gaan met de co-op en alles. Dus ja, als je zin hebt en tijd hebt om dat te zien en je bent goed met Engels, dan zou je daar ook altijd een kijkje kunnen nemen als je daar de tijd voor hebt. En met dat dank ik jullie voor het kijken naar deze aflevering. Ik hoop jullie morgen allemaal weer te zien. Dus tot dan. Doei!